Yo mensen van het Bierschrijfjournaal. Het wordt geüpload op Punctim. Nou, Hidde. Ja. Hoe is het om de staf te zijn? Eigenlijk best leuk, want ik weet meer dingen dan iedereen. Oké. Wat voor staf ben je überhaupt? Ik ben admin. Als een admin. En weet jou meer dingen over de NPC's die gecrashed zijn en wanneer ze weer normaal, wanneer ze het weer doen? Wanneer ze het weer doen is, ja, dat kan niet. Dat is nog niet bekend. Maar we zijn wel bezig met nieuwe. Oké, en kun je ook iets vertellen wat er vandaag op de server gaat gebeuren? Ja, het verjaardag-event dat gaat het meeste over de server. Je kan papiertjes zoeken in de lobby en daarmee kan je volgens mij een kreet krijgen. Oké, dus je wordt ook goed. Waarom is er een scorebord in de server gekomen? Nou, ik zei net over staf dat ik meer weet dan jullie, maar nu sta ik eigenlijk gelijk, want dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Even kijken. Weet jij wanneer de ingang van de Eiffel Town bijna, wanneer die af is? Nee. Even nog een vraag. Hoe gaat het momenteel met de Battle Royale? Hij is wel bijna af. Het Beast Royale best goed gaat. We hebben daar voor de opnames nog even aan gewerkt. En toen zag ik dat de haven. Ja. Een van de kijkers heeft dat aangevraagd. En die komt er ook inderdaad in. Komen er nog nieuwe dingen over heel in de Mindstate? Nou, een beetje. Rip, we nemen dit nu op in Mindstate. Alleen Mindstate is aan het uitsterven. En Kingdom wordt helemaal hype. Jij speelt Kingdom. Ik heb eigenlijk wel een vraag aan hem. Jij was toch een bouwer van de server? Ja. Yeah. Weet jij misschien wanneer Eiffel Town klaar is? Ja, echt, maar we zijn er wel druk aan bezig. Oké. En hoe vind jij het om staf te zijn? Ja, bouwer. Tof. Zei je? Tof. Oké. Ben je vaak online? Ik ben niet zo heel vaak online geweest. Maar nu ga ik meer online komen. En wat vind je van heel de server zelf? Goed. Ik vind het allemaal goed gemaakt, daar zo maar die comments, denk ik. Oké, en geef een cijfer van 1 tot 10. 8,5. Op de draagstaf, zeg ons. Ja, ik doe niet echt zoveel met andere stafleden. En dat is een plus minpunt. Voor jou, je doet niet echt iets samen. Ja. Maar als het moet, dan doe je het wel, toch? Ja, want meestal is er niet echt iemand anders online dat dan alleen dat ongeveer hetzelfde doet. Je kunt weer gaan zitten, Wout. Ga maar. Hoe kijk jij naar de andere stafleden op? Wat doen ze volgens jou? Ben je een beetje als Wout? Nee, ik werk wel samen heel veel met jou. Ik kijk ook vooral aan nieuwe staf, als hun bijvoorbeeld nieuw zijn, dan hou ik ze heel goed in de gaten of ze niks incheaten. Ja, dat doe ik zelf ook. Ja, en voor een beetje de basis. Ja, ik hou ze wel in de gaten. Ik doe wel samen, niet echt alleen alles alleen. Tot de volgende keer en we zien jullie volgende week op een gloednieuwe Bierschrijfjournaal. En natuurlijk als, natuurlijk als je zelf ook op deze server speelt, kan je ook even op de tribune komen zitten. Net zo gezellig. Krijg jij misschien ook een paar vraagjes. Dus. Misschien tot volgende week.